Hey mensen! Welkom bij een nieuwe video op dit Team Dylan Hagens kanaal. En Teun, ja? Weet je wat 6-0 betekent? Ligt eraan wat, of er ook nog een cijfertje voor staat. Anders is het helemaal niks. Wat als er een cijfertje voor staat? Bijvoorbeeld een eentje. 1 miljoen! Ja, we zijn gewoon keihard aan het gaan, jongens. We groeien niet normaal. En dat betekent dat we misschien wel het eerste Nederlandstalige YouTube-gemeenschap, wil ik zeggen. Gemeenschapje zijn. Ja. Team zijn dat 2 kanalen heeft met 1 miljoen abonnees. Is dat echt zo? Ja, er is dus niemand anders die dat heeft. Abonneer dus nu! Ja, en we gaan dus een feestje houden. En Teun, het is nu het moment om te vragen. Ben jij daar ook bij het feestje? Ik ben erbij. Nou, dat had niemand verwacht. Hey mensen, wow, even een snelle onderbreking. Maar ik wil jullie iets bijzonders vertellen. Volg op Instagram @teamdylanhagens, want hier gaan we samen met jullie campagne voeren voor de Road to Million. En daar gaan fantastische prijzen aangekoppeld worden. Echt niet normaal. Welke prijzen dat zijn, worden daar bekendgemaakt. Kijk snel naar dat Instagram kanaal, want het gaat echt insane worden. Wij gaan vandaag logo's raden. En niet zomaar. Nee, ik heb dit ook wel eens met Jamila gedaan op haar kanaal. Dat was heel leuk. En wat ik zo bijzonder vond was hoe moeilijk dat wel niet is. Want je hebt allemaal bekende logo's, zoals dit, die je nu allemaal in beeld ziet. Helaas niet gesponsord allemaal, anders waren we nu, hadden we nu 1 miljoen euro op de bank. Raden welk logo nou het echte logo is, is moeilijker dan je denkt. Oké, het klinkt namelijk best makkelijk. Ja, want je hebt dus een logo wat vervormd wordt. Zoals, we gaan meteen door naar de eerste. Het McDonald's logo. Is A of B de juist? We mogen even nadenken en dan tel ik af en dan moeten we allebei zeggen of het A of B is. Oké. Heb jij er eentje in je hoofd? Ik heb er één in mijn hoofd. 3, 2, 1, B. A. Jij zegt A en ik zeg ja, B. Ja, ik denk dat dit gewoon een instinker is dat je denkt, oh ja, maar ze zullen wel een beetje iets aan die details geschreven. Ik denk dat het gewoon... Maar zie je wat het verschil is? Ja, dat M'tje is langer in het midden. Ja, maar ik denk dus dat die korter is. Nou, ik niet, want je hebt dat bord van McDonald's naast de snelweg. Ja, dat heb je wel een punt. Dat middelste puntje raakt dan niet dat bord, maar dat kan ik me niet voorstellen. Dan heb je wel een punt. Ik denk dus gewoon A. Dus dat middelste puntje raakt dus niet dat balkje met die naam. Nee. Dat is eigenlijk helemaal niet fijn, voor je gevoel. Nou, maar toch is het wel een best goed lopend bedrijf. Ik wou zeggen, ja, volgens mij hebben die best wel wat omzet. Ja. Maar ja, ik eet er ook wel eens wat. Dit is de omzet van hun afgelopen jaar. Oké. Nog even bikkelen. Ik moet sanitair verkopen, denk ik. Volgende logo. Oh, dit is zo'n smerig detail. Oei. Ja, ik zie wel waar het in zit. Het zijn die kleurvakken natuurlijk. Ja. Ik ga mijn gevoel uit. Oh, je moet je gevoel volgen. Je moet nou even fantaseren dat er zo'n BMW komt voorrijden. Oh, dit is lastig. Ik kijk naar het embleempje en dan kijk ik nu en dan zie ik dat is... Doe vooral thuis ook mee, hè. Raad mee in je hoofd. Of zeg het hardop als je met meerdere mensen aan het kijken bent. 3, 2, 1, B. Weer een andere. Als je het nou weer goed hebt, hè, dan loop je nu al 2 punten uit. Jij zegt eigenlijk B. Ja! Yes! Yes! Het was echt een pure gok. Ik ging gewoon gevoelsmatig. Ja. Ging er op af. Ik ook, maar ik heb een heel slecht gevoel dus. Ja. Voel je dat? Nee, ik heb geen gevoel. Een slecht gevoel. Het Microsoft logo. Oh, Hey, maar die kleuren zijn hetzelfde. Het gaat echt om lettertype, zie je dat? Dik gedrukt of ik of weet, niet ik weet welke het is. Jij weet het 100% zeker? Okay. Ja, ik weet het zeker. Ik kan zelfs uitleggen, omdat ik weet wat voor lettertype er bovenste is. Dit kan een tipje zijn van mij. Je weet welk lettertype het bovenste is. Maar betekent dat je weet welk lettertype van Microsoft is? Ja. Of dat dat een ander lettertype is? Zeg het maar, Dylan. 3, 2, 1, B. Ja, yes! Nee, maar het is A, dus... Dan heb ik je even flink te pakken. Ga je nog voor A? Nee, ja. Oh, dat kan toch niet 3 keer achter elkaar B zijn in een quiz? Ja, dat zal ik dus ook serieus denken. Maar ik dacht, nee man, het voelt niet als dik gedrukt. Nee, het is A. Jij zegt A nu? Ik zeg toch A. Ik zeg B. Want ik zit allemaal met die vierkantjes, het is ook vierkant. Waarom zouden ze ineens een ronde vorm doen in een vierkant logo? Oeh, daar heb je wel een punt. Nee! 3-0 voor Dylan. Je bent ook gewoon ook gesmeed. Nee, maar weet je wat stom is? Ik kreeg op mijn gevoel af en dat was gewoon goed nou. Nu ga ik echt op mijn gevoel af. Nou ga ik niet meer... Eerste ingeving is het. En dat was de quiz, dames en heren. Oh, daar gaan we weer. Ja, okay. Ik weet het. Wat is hier anders? Ja, ik zie het al. Oh, dat is... Ah, weer een kleurtje wat andersom is. De oog. Ik had wel een ingeving hierbij. Tenminste, mijn gevoel. Mijn eerste reactie. Ja? Zij, 3. Of 2. Ja, ik ben er al uit. 3, 2, 1, B.
Als jij nou weer goed weet je wat ik denk? Ik denk 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, maar ik denk dus dat ze dat bewust niet doen, omdat het anders een te voorspelbaar logo wordt. Ja, daar heb je wel een punt. Maar ik heb de hele tijd al een punt volgens jou, maar ik heb nog niks goed. Maar het ding is, B voelt voor mij wel logischer, maar toch denk ik A, ah, ik ga wel voor A, jij gaat voor B. 3, 2, 1. Ja! Oh! Wat is een smerig quizje, maar alleen maar B het juiste antwoord is. Ja, oh. Ja, maar je moet nooit zo gaan denken van A, B, want het is altijd 50%. Ja, je moet nooit op de antwoorden inderdaad anticiperen. Oké, okay, nou mooi, 3-1. Ik kom terug. Ja, er kan nog van alles gebeuren. Okay. Je zit in mijn kielzog. Ja, ik zit in jouw kielzog. Ik weet het. Ik zie nog niet eens het verschil, man. Oh, wacht, ik zie het wel. Ja, ik weet het. Okay. 3, 2, 1, B. Ja. Het vleugeltje. Ja, dat zie je. Dit is ook een heel slecht ontwerpje. Ja. Je ziet er zo'n rare vouw zitten in die vleugel. Ja, dat is niet goed. Wie heeft dit ontworpen, jongens? Ja, Wie? Heeft iemand dit ontworpen? Iedereen zit er zo. Dit is slecht. Nee, dit moet B zijn. Als het nu A is, hè. Nee, dit is B. 100% B. Ja! Allebei een punt. Ja, weet ik al. Ja. Als ik dit niet wist, dan zou ik mezelf heel erg diep moeten schamen. Er staat er hier een. Oh, ik wijs naar het logo, waarvan ik denk dat het hem is. Nee, ik weet 100% 3, 2, 1, A. 100%. Als dit niet zo is, die staat spring hier, ik nou bij van de dichtstbijzijnde brug af. Oké, dat is interessant. Hey! Ja, je zag een beetje een baalmomentje bij mij. Iedereen in baal. Iedereen zat zo. Het ligt eraan, als de brug niet hoog is, kun je er gewoon vanaf springen. Dus ja, klopt. Dan word je gewoon nat. Ja. Niet dat ik wil aanmoedigen dat mensen van bruggen moeten afspringen. Nee, dat is niet aan te raden. Als het een klein beekje is met een brug, kan het leuk zijn voor in de zomer. Maar je denkt dan de land in het water. Goed, de volgende is... Ik heb geen idee welke app dit is. Wat is dit? Weet je niet? Nee. Weet je echt niet? Nee. Het is Tinder. Hoe weet je dat? Ja, je hebt toch een vriendin? Waarom? Ontmoet via Tinder. Heb je daar echt een? Nee, is niet waar. Oh. Ik heb wel furieus getinderd, maar het is één grote mislukking. Oh ja, je hebt er op Tinder gezeten. Tinder bestaat al best lang. Hè? Ja. Echt al 10 jaar, denk ik. Nee, man. Anders had ik er ook op gezeten. Echt? Ik heb er nooit op gezeten. 8 jaar. Ja, dus ik denk net al naar 8 jaar. Maar welke is het? Dat vind ik wel een moeilijke, hoor. Ik denk dat ik het weet. Ik denk ook dat. Maar ik weet het niet zeker. Wat is de stand eigenlijk? Dylan 5. Oh. En Teun 3. Oh. Oh, je bent ook best. Oké. Je zit echt in mijn kielzog. Ik zit in je kielzog. Echt, je kijkt om en je ziet mij gewoon. Ja, in je slipstream. Niet in je slip. Stream. 3, 2, 1, A. B. Oh, ja! Shit, ik klik hem per ongeluk door. Ja, maar dat is prima. Dat is prima, Dylan. Want dat is goed voor mij en niet voor jou. Ja, maar kijk, Teun, ik ben nooit zo'n Tinderboy geweest. Nee. Jij bent echt zo'n boy geweest. Nou, helemaal niet. Want mijn Tinder dates waren echt altijd complete mislukkingen. Ik ben ooit een klone dag gaan een beetje golfen met mijn eerste Tinder date. En toen zei je... Hier, pak eens even mijn beetje golfen. Ja, zei ik, pak mijn lichtgevende staaf. Zei ik. De volgende is KFC en oh my god, yo. Waar is het verschil? Ja, in zijn schort. Die tip wil ik proberen. Ja, ik wou zeggen, wat schort eraan, maar nu zie ik het. Stel jij zou ontwerper zijn, wat zou dan jouw voorkeur hebben? Zeg ik niet, want ik denk dat het de goede is. 3, 2, 1, A. Ja, want het zorgt voor een soort van balans, hè? Ja, hè? Want dit is meer alles hangt dan aan de rechterkant. En bij A heb je zo... Hij is denk ik niet alleen rechtsdragend. Nee oké. Okay. Hey, wij zeggen allebei A. Ja, is niet goed. Die ontwerper had duidelijk geen kennis van ontwerpen. Wat een slecht logo. Is ook een super, super klein bedrijf, weet je wel. Ik bedoel, dit is de omzet van hun het afgelopen jaar. Oh. Dat is natuurlijk helemaal niks. Ja, dat had het dus dubbele kunnen zijn. Oké, okay, nou, jammer. Ik ben niet dichter in jouw kielzog gekropen. Dit is dus een woord dat Teun daadwerkelijk ooit gebruikt heeft. Ja. Ik was met hem aan het gamen. We waren Rocket League en toen zei hij... Let op, hij zit in je kielzog. En ik zei daarna, wacht even. Wat zei jij überhaupt? En dat bleek dus een echt bestaand woord te zijn. Ja, als een boot vaart, dan is er zo'n kringels achter, zeg maar. Dat is een kielzog. Dus als je in iemands kielzog zit, dan zit je zeg maar zo dicht erachter. Ik dacht, wat is dit voor woord? Ja, maar goed. Ja, deze weet ik ook. Ja, 100% deze weet ik ook 100% zeker. De Burger King. Ja, inderdaad. Ik ga er nooit eten eigenlijk. Maar ik weet wel hoe het logo in elkaar zit. Want ze moeten mij altijd voor advies vragen voor dit soort dingen. Net zoals bij KFC net. Ja, klopt. Heb ze ook niet naar geluisterd. Nee. Maar heeft de Burger King wel geluisterd? Dus 3, 2, 1, B. Ja. Weer die balans, hè? Hier zit alles een beetje te ver naar rechts en dan... Ja, maar dat hadden we net ook, hè? Dus laat je niet misleiden. B. Ja! Boom. Allebei een puntje. Boom. Boomba. Oeh. Oh. Nu je het vraagt. Okay. Ik heb een gevoel en daar ga ik weer op af. Ik heb ook een gevoel en daar ga ik op af. Oké. Okay. Ja? Ja? Hebben jullie ook een gevoel en daar ga je op af? Volg dat gevoel. Volg altijd je gevoel. Ik voel. 3, 2, 1. A. Ja, dat had ik ook. Ja, weer die balansen. Nee, grapje.
heb geen idee waar ik het over heb. Maar goed, wij zeggen allebei A. Dat is natuurlijk weer niet goed. Het is wel goed. Maar we moeten een ander antwoord zeggen. Ja, doe dan. Tenminste, dat is voor mij van belang. En dat ik het dan goed heb ook nog. Hebben ze niet een nieuw logo? Hebben zij niet een nieuw logo? Praat ik zo? Nee, maar ik wel. Ik denk dat ik eruit ben. 3, 2, 1, A. Oeh. Jij denkt dat hij geen streepje heeft met A? Nee, ik denk dat ze een nieuw logo hebben. Ja, dat zat ik dus, daar zat ik dus twijfelen. Zonder streepje. Dit is dat is een Samsung ring. Yo, pizza. Nee, pizza. Nee, dit is een nieuwe logo. Echt? Weet je dat? Nee, maar ik heb wel een gevoel. En daar ging ik op af. Ik zeg A, jij zegt B. Het juiste antwoord is... Ja! De kielzog is verleden tijd. Ik ben nu naast je, toch? Oh my god. Oh, jongens. Dit is het nieuwste logo. Oh. Ah. Oh, we krijgen hier wel tips en hints. Maar ik heb nog steeds geen flow benul. Ik heb een benul. Ik ga op mijn gevoel af. 3, 2, 1, B. A. Oh jee, dit ga jij nu in mijn kielzorg zitten? Ja, of jij in mijn. Jij denkt echt dat A het nieuwste logo is? Dit is een strakke, moderne tijd. Dit is ik vind het echt een uitgerekt ding. Bij Jackass hadden ze dit logo vroeger. Ja, daar heb je wel een punt. Dit is het meest herkenbaar. Maar was dit een nieuwe logo? Weet je hoe lelijk dit is? Ja, ik heb ook mijn bedenkingen soms bij nieuwe logo's. Behalve bij jouw nieuwe logo, dat is wel laat. HS Media. Vet. Oh, ja. Thanks. Maar dit? Ja! Ik zei A. Nee, helemaal niet. Ik dacht, misschien ga je twijfelen. Ja, normaal zou ik dat doen, maar nu weet ik het zeker. Dat even nog een zoempje op zijn gezicht. Nee, helemaal niet, zei. Nee, helemaal niet. Competitief next level. Ja, maar ik wil deze gewoon graag winnen. Vooral je bent uit mijn kielzog, sterker nog. Je hebt me ingehaald met dat kleine speedbootje van je. Ja. Jij zit in mijn mini kielzog. Oké. Oh ja, ik weet het. Ik heb hem al gezien. Wat is het verschil? Zeg ik niet. 3, 2, nee, oh nee, Dylan, ik ga niet weer uit mijn kielzorg naast mij varen. Jawel, joh. Oké, ik ben eruit. 3, 2, 1, A. B. Ik zei A, Dylan. Ja, dat heb ik gehoord. Ik zei B. Ja! Ja! Hoe kan dit? Oh nee, de kielzorg wordt alleen maar langer. Oh, als je dat zo zegt. Man. Je zit niet eens meer op mijn kielzorg omdat ik al te ver weg ben. Reageer, hashtag kielzorg. Je moet echt kap met deze metafoor. Ik krijg een kop uit, man. Oké. Okay. Oh. Domino's Pizza. Waarom is dit zo moeilijk? Ik ben eruit. 3, 2, 1, A. Als ze nog een keer bellen, pak de voorwerpen. Wat zeiden we nou? Of zeiden we nog niks? We zeiden niks. Jawel, we zeiden het en toen ging de bel. Oh, we zeiden allebei A dan. Tenminste, ik zou A hebben gezegd. Jij zei ook A. Okay. Ja, was A. Wel? Ja, A. We zeiden allebei A. Oké, dan zeg ik B nu. Oké. Je kan ook opgeven. Oeh, dit zijn echt... Ik weet het. 100 miljard. Oké. 3, 2, 1, B. Oh, Dylan. Oh, shit. Dit is wel spannend. Dit is heel spannend. Kielzokje. 3, 2, 1, A. Ja! Yes! Klik op abonneren, duimpje omhoog. En natuurlijk op het belletje. En bijna die miljoen abonnees, jongens. Dat is toch mooi? Ja, dit is met miljoen abonnees, dansje. Ik heb gewonnen.